Hallo, leuk dat je kijkt. Dit filmpje is een onderdeel van de online gids naar meer succes op het podium van Happy on Stage. En mijn naam is Joan en ik ben Happy on Stage. En met dit filmpje wil ik een stukje van mijn bewustwording delen. En die bewustwording is, daar gaat deze les over. En die bewustwording die vond bij mij eigenlijk pas heel laat plaats. Inmiddels is dat alweer een jaar of 10, 15 geleden. Maar dat was een moment dat ik al jaren worstelde met zenuwen, zenuwachtigheid, met ja, soms echt wel podiumangst. Ja, ik ben min of meer altijd blijven spelen. Maar het was altijd een struggle. En het was niet altijd even heftig, soms wel. En het effect van de podiumangst was niet altijd dramatisch, maar wel zodanig dat er een rem op mij en op mijn spel zat. En dat ik de controle niet helemaal had. En dus niet kon laten horen en of zien wat ik in me heb. Dat moment van mijn bewustwording, van die awareness, dat was tijdens een orkestproject wat ik deed. Een heel mooi project, een aantal concerten, mooie zalen in Nederland met een ad hoc symfonieorkest. Symfonie nummer 3 van Beethoven en met een mooie fluitsolo in het derde deel. Heel veel gestudeerd, goed voorbereid na de eerste repetitie. De passage kwam steeds dichterbij en ik merkte al, mijn buikpijn werd erger, mijn hart ging wat steviger kloppen. En ja, ik kreeg het toch wel warm en ik dacht, oh, daar gaan we weer, daar gaan we weer. En waarom doe ik dit eigenlijk ook? En waarom stop ik niet gewoon? En ik dacht van, jeetje, heftig. Ik hoorde ineens mijn gedachten spreken in mijn hoofd. En de ergste was eigenlijk wel, nu gaan ze horen dat je het ook echt niet kunt. En dat ging me toch wel een beetje te ver. En toen dacht ik, nee, John, stop. Stil en spelen, voel en geniet. En ik had niet heel veel tijd. Maar het gekke was dat het na zoveel jaar frustratie waarom het niet overging, werkte dat op dat moment en ik kon spelen. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat ineens die podiumangst verdwenen was en ik er nooit meer last van heb. Absoluut niet waar. Als je denkt dat je na het volgen van deze online gids dat je er ook geen last meer van hebt, nou, dat gaat niet gebeuren. Maar je moet op een gegeven moment doorkrijgen wat werkt en wat niet. En dat moet je gaan oefenen en dat moet je gaan inzetten. En die bewustwording staat aan het begin van alles. En doordat ik op een gegeven moment, of eigenlijk op dat moment in dat orkest, mijn focus verlegde van luisteren naar die gedachten, wat je op een gegeven moment gewoon onbewust gaat doen. En het wordt een soort routine of een soort automatisch iets. Ja, maar als je die focus kunt verleggen weer naar nee, wat wil ik doen? Wat wil ik laten horen? Waar word ik blij van? Wat kan ik? Ik kan op mezelf vertrouwen. Dan zul je daar echt beter in worden en dan zal dat ook beter gaan. En dus dat wilde ik even met je delen, dat ik gewoon zo duidelijk die gedachten hoorde. En ook wat ik ook heel duidelijk heb ervaren op dat moment, is welk effect die gedachten hadden. En daardoor werd ik ze zo gewaar op dat moment, doordat mijn lijf er direct op reageerde. Dus toen ik eigenlijk luisterde naar de gedachte, ze gaan zo meteen horen dat je het echt niet kunt. Ik dacht, nou, dat is een drama, dat mag niet, ik moet weg hier. En dan krijg je een soort van vluchtreflex eigenlijk, maar dat kan natuurlijk niet, want ik zat op die stoel en dan gaat je lijf allerlei andere dingen doen, zoals die buikpijn en die hartkloppingen. En nou, ik wil niet zeggen dat die eerste repetitie meteen de meest mooie uitvoering was, maar uiteindelijk heb ik dat heel goed gedaan, kreeg complimenten en ik kreeg weer veel meer zelfvertrouwen. En vanaf dat moment dat ik dus wist dat het zo werkte en het zo ervaren heb, kon ik ook in volgende situaties daarop terugvallen en denken, weet je nog toen, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat denk ik nou eigenlijk? En is dat waar? En is dat wel van toepassing op dit moment? En klopt het wel? Klopt het niet? Wat heb ik eraan? Kan ik er iets mee? Moet ik er iets mee? En het zijn allemaal gedachten die gaan heel snel. Maar je kan daar echt op reageren. Dus dat gun ik jou ook. En door middel van deze online gids hoop ik je een heel eind op weg te helpen naar meer succes en meer plezier op dat podium. Dus ga ervoor en ik hoop.
hoop heel erg dat je er heel veel aan hebt. En nou, we zullen elkaar misschien nog wel zien in een andere video. En tot die tijd, succes!